Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video over de geschiedenis van het Midden-Oosten. Het is een regio die je misschien wel kent uit het journaal, of misschien liggen jouw roots of de roots van je familie wel in de regio, of misschien weet je er nog bijna helemaal niets vanaf. Ik beloof je dat dat zal gaan veranderen, want deze reeks video's neemt je mee langs de grote lijnen van de geschiedenis van het Midden-Oosten. Je leert over belangrijke gebeurtenissen, een aantal kleurrijke personen en begrippen die kenmerkend zijn voor de problematiek in het Midden-Oosten. Als we het hebben over landen zoals Turkije, Iran, Irak, Jordanië, Saoedi-Arabië en Egypte hebben we het over het Midden-Oosten. Deze benaming is een Europees begrip, want het gebied ligt voor wie vanuit Europa naar het Verre Oosten, dat wil zeggen China, Indonesië en Japan reist, ongeveer in het midden. Sommige mensen noemen deze regio dan ook het Nabije Oosten en anderen noemen het West-Azië. Maar al deze termen duiden op dezelfde plek. En in deze video's gaan we het hebben over de ontstaansgeschiedenis van de landen die ik net noemde, de volkeren die er wonen en ook de vaak moeilijke verhoudingen tussen die landen en volkeren. Elke video beperkt zich tot twee leidende vragen, die je na het kijken van de video en het bestuderen van de bijbehorende theorie kunt beantwoorden. Vandaag bespreek ik: welke oorzaken waren er voor het verval en de ondergang van het Ottomaanse Rijk? En twee, welke gevolgen had de ondergang van het Ottomaanse Rijk voor het Midden-Oosten? Het Ottomaanse Rijk was een wereldrijk dat meer dan 600 jaar heeft bestaan. Omdat het centrum van het Ottomaanse Rijk in het Midden-Oosten lag, kun je de geschiedenis van die regio niet begrijpen zonder iets te weten over het Ottomaanse Rijk. En daarom nu eerst dus het Ottomaanse Rijk in vogelvlucht. Het werd in 1299 gesticht door de islamitische sultan Osman I. We danken de naam Ottomaans aan het feit dat Europeanen destijds Osman niet goed konden uitspreken, maar dat er zeiden. Goed, zes eeuwen lang werd het moslimrijk geregeerd door directe afstammelingen van deze Osman I. Ze noemden zichzelf sultan, wat zoveel betekent als heerser of koning. In de 17e eeuw was het rijk op haar hoogtepunt. Het strekte zich uit van Marokko tot Irak en van Hongarije tot aan Ethiopië. En met een invloed die zich ver daarbuiten nog uitstrekte. Met andere woorden, een gebied van de Indische Oceaan tot diep in Europa. Op hun hoogtepunt in 1683 stonden de Ottomanen zelfs voor de poorten van de stad Wenen in Oostenrijk. De Ottomaanse sultans speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van de islam en de specerijenhandel tussen Europa en Azië. Nadat de Ottomanen in 1453 de laatste christelijke Romeinse keizer uit Constantinopel verdreven, doopten ze de stad om tot Istanbul en maakten van die stad hun hoofdstad. Tegenwoordig ligt Istanbul in de Republiek Turkije en velen, vooral Turken, zien hun land dan ook als de opvolger van het Ottomaanse Rijk. Hoewel het Rijk grote overwinningen behaalde en ook zonder enige twijfel een echte wereldmacht was, werd het Ottomaanse Rijk vanaf de 18e eeuw de zieke man van Europa genoemd. Daarmee werd bedoeld dat de macht van het Ottomaanse Rijk snel aan het verbrokkelen was. En daarmee komen we dus bij onze eerste leidende vraag over de oorzaken van dit verval. Hoe kan het toch dat zo'n eeuwenoud wereldrijk ineens begint af te takelen? Dat had allereerst een aantal interne oorzaken. Terwijl Europa in de 18e eeuw een ongekende technologische vooruitgang kende, dankzij de wetenschappelijke revolutie, de verlichting en de industriële revolutie, ging die vooruitgang aan de Ottomanen voorbij. Veel van de adviseurs van de Sultans waren zeer conservatieve geestelijke die zich hevig verzetten tegen elke vorm van vooruitgang. En dat alles zorgde ervoor dat de eens zo machtige Ottomanen steeds verder op de Europeanen gingen achterlopen. Tel daarbij op een reeks zwakke sultans die maar kort regeerden en onder grote invloed van de geestelijke stonden, die steeds minder macht over een grote rijk hadden en het resultaat is wel duidelijk. Het wereldrijk stond op instorten. Maar, zoals wel vaker in de geschiedenis, is er nooit maar één reden voor de dingen die gebeuren. Het zou nog meer dan een eeuw duren, tot 1920, tot de definitieve ondergang van het rijk. Het Ottomaanse Rijk ging technologisch achterlopen op Europa en werd daarnaast niet goed bestuurd, waardoor de macht begon te verbrokkelen. De volgende interne oorzaak was de opkomst van nationalistische gevoelens, een ontwikkeling die zich in grote delen van de wereld afspeelde op dat moment. Nationalisme komt voort uit nationalistische ideeën over trots op het eigen volk en vechten voor het recht van een volk om een eigen land of staat te hebben en te besturen. Het Ottomaanse Rijk was een multinationaal rijk waarin vele volkeren woonden. En hoewel het Rijk islamitisch was, werden andere geloven getolereerd. Maar met de opkomst van nationalisme bij de vele volkeren die in het Rijk woonden, begonnen ook vele problemen. Eerst begonnen de Grieken, de Serviërs en de Bulgaren met het vechten voor hun eigen land. En met succes, want deze groepen slaagden erin om zich los te maken van het Ottomaanse Rijk en een eigen land te stichten. En zo begon de krimp van het Ottomaanse Rijk. Ondertussen, en in dezelfde geest, ontstond er ook een nationalistische beweging onder de Turken, die zichzelf de Jong Turken noemden. Het waren vaak hoge militairen uit het Ottomaanse leger die het Rijk wilden moderniseren, de krimp van het Rijk wilden stoppen en vooral de Europese mogendheden buiten de deur wilden houden. Ze wilden daarnaast de Turken de belangrijkste bevolkingsgroep van het Rijk maken, ten koste van andere volkeren, zoals de Armeniërs, de Koerden en de Arabieren, die, als het even kon, ook Turks gemaakt moesten worden. Maar dit wakkerde de nationalistische gevoelens onder deze groepen juist weer aan, met name onder de grootste bevolkingsgroep, de Arabieren. Ook zij gingen zich organiseren en dromen over hun eigen land. En nou, het Westen profiteerde van deze verdeeldheid binnen het Ottomaanse Rijk en zag daarin een kans om het Rijk nog verder te verzwakken en hun eigen positie in de regio te verstevigen. Vooral de Britten en de Fransen, die in de 19e eeuw de hele wereld aan het veroveren waren, zagen hun kans schoon. En zo komen we bij de externe oorzaken voor het einde van het Ottomaanse Rijk. Allereerst dus het modern imperialisme van de Europese landen. Ze zochten naar grondstoffen om hun industriële revolutie in gang te houden, maar ook naar landen om hun industriële producten in af te zetten. Terwijl ze daarmee bezig waren, probeerden deze landen natuurlijk ook tegelijk hun politieke en culturele invloed uit te breiden. Een ontwikkeling die je misschien al vaker hebt gezien in de 19e eeuw. Toen in 1869 het Suezkanaal werd geopend in Egypte, destijds onderdeel van het Ottomaanse Rijk, werd de reistijd over zee van Europa naar Azië met 40% verkort. 40% minder afstand, 40% minder tijd, 40% minder brandstof, dus stel uit je winst. Uiteindelijk wist Groot-Brittannië het Suezkanaal in handen te krijgen en bezette toen ook meteen maar landen als Cyprus en Sudaan om de vaarroute veilig te houden. Toen er aan het einde van de 19e eeuw aardolie werd ontdekt, nadat vlak daarvoor de benzinemotor was uitgevonden, werd de regio strategisch zeer aantrekkelijk. Het Midden-Oosten veranderde van een gebied dat zich tot dan toe bevond in de luwte van de wereldpolitiek, in één klap in een van de meest bevochten brandhaarden. En de Ottomanen die stonden erbij en keken ernaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 kozen de Ottomanen de kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije en die keuze zou ze bezuren. Al tijdens de oorlog kwamen de geallieerden Frankrijk en Groot-Brittannië samen om af te spreken wat er met het Ottomaanse Rijk zou gebeuren wanneer zij de oorlog zouden winnen. De twee landen sloten het geheime Sykes-Picot-verdrag in 1916. Door een paar rechte lijnen in het zand te trekken, verdeelden deze landen het Midden-Oosten als mandaatgebieden onder elkaar. Ze deden gewoon alsof het Ottomaanse Rijk al niet meer bestond. Dit Sykes-Picot-verdrag met zijn kunstmatige grenzen zou vele toekomstige problemen in de regio ten gevolge hebben. Tijdens de oorlog stuurden de Britten de diplomaat Lawrence of Arabia. En hij beloofde de Arabieren een grote onafhankelijke Arabische staat. Maar de Arabieren voelden zich bedrogen. Want met het verdrag van Sèvres in 1919, waarin de geallieerden na de Eerste Wereldoorlog vrede sloten met de Turken, bleek dat er geen Arabische staat zou komen. Integendeel, de afspraken uit het Sykes-Picot-verdrag werden bekrachtigd en het Midden-Oosten bleef verdeeld tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Op de smeulende resten van het Ottomaanse Rijk, die na de woelige 19e eeuw met de opening van het Suezkanaal, de nationalistische bewegingen en daarbovenop het Europese imperialisme waren overgebleven, werd in 1923 de Republiek Turkije gesticht. Deze republiek werd uitgeroepen door de Turkse legerofficier Mustafa Kemal, die ook wel Atatürk, de vader der Turken wordt genoemd. Hij stichtte de Republiek Turkije met als doel om de conservatieve Ottomaanse erfenis achter zich te laten. Atatürk wilde af van de rol van de godsdienst binnen zijn moderne land. Hij wilde een seculier land met een scheiding tussen kerk, moskee en staat. Net als in Europa en met hemzelf als alleenheerser aan het hoofd. En zo ontstond Turkije, een nieuwe nationale staat. Terwijl de Arabieren achterbleven met een in stukken gesneden regio. Zwaar teleurgesteld en met een fysieke herinnering in de vorm van kunstmatige grenzen aan hoe verraderlijk het imperialisme van het Westen was en is. En zo komen we aan het einde van deze eerste video over de oorzaken en de gevolgen voor het verval en de ondergang van het Ottomaanse Rijk. Dankjewel voor het kijken en ik hoop je snel weer te zien.